Het is een afdeling van, ik noem het ook de maffia. Grote, rijke families, die hebben hun eigen belastingdienst. En die doen gewoon precies wat hun zeggen. Ik ben werkzaam bij de visserijmaatschappij Parlevieten van der Plas. De meeste elektrische hefstuks zijn. Wij hebben hier 350 kilowatt aan zonnepanelen op het nieuwe gebouw liggen. Doordat de visserij toch wel vaak in een slecht daglicht slaat, hebben we op deze manier ook geprobeerd om door duurzaam te ondernemen een goede indruk achter te laten. Het op bestelling vissen is illegaal omdat er vaak op grote schaal vis overboord wordt gegooid als het niet aan de bestelling voldoet. Dat heet high grading en het Katwijkse bedrijf maakt zich hieraan schuldig en gooit tonnen aan dode vis overboord. Volgens een anonieme werknemer van het bedrijf. Wat ik eigenlijk wil is de Nederlandse politiek wakker schudden en de politiek bewegen om bedrijven als Parlevieten van der Plas op de vingers te kijken en op de vingers te tikken. Greenpeace is geschokt over de bekentenissen bij Zembla en verwijt de overheid dat zij deze visserij steunen. Je ziet dat ze nu kiezen voor een grootschalige visserij die, als je even niet kijkt, absoluut de boel belazeren. Het zou belangrijk zijn als ze voor een kleinschalige, duurzame visserij kiezen waar veel meer mensen hun werk aan kunnen verdienen en die ook de zee in stand houdt. De vissers Parlevliet en Van der Plas hebben goed voor zichzelf gezorgd. Je ziet dat deze vissers allemaal in de quote 500 staan. Voor hun gaat het echt om het geld. En volgens Zembla houden de vissers er een schaduwlogboek op na. Ja, als je die logboek hebt, dat moet je allemaal in vermelden. Tenminste, nou ja, dat moeten ze doen, maar ze doen het niet. Waar wordt er nooit gesjoemeld? De hele regering sjoemelt. De ziekenhuizen sjoemelen, de visserij sjoemelt, de boeren sjoemelen, de laagkippen sjoemelen. Van harte welkom bij Bloedijker Studio in Groningen. En vandaag zitten we in de studio met Nico Parlevliet. Van harte welkom. We hebben het afgelopen jaar heel veel gedaan met boeren en vissers en ook een beetje met MKB. Met name op de kant van de prijzen en de marktwerking. En ik ben heel blij dat u vandaag eigenlijk een soort bereid was om een soort mini-masterclass te geven over hoe het in de top van de visserij toegaat. We zien nooit van wat er nou precies daarbovenin in die markt, die grote handels, conglomeraten, wat daar nou precies gebeurt. Ons bedrijf Parlevliet van der Plas is gecriminaliseerd, noem ik het maar. Het zijn geen misstanden meer, het is met vooropgezette doelen, plannen. Maar ik ben terug gaan kijken in het verleden, wat is er gebeurd en waardoor gebeuren dingen. En dan kom je eigenlijk tot verontrustende zaken. Dan schrijf ik dat op. Dan ga ik daar naar de Belastingdienst mee, grootzakelijk. Want de gewone Belastingdienst, daar zitten wij niet bij. Want wij zijn bij aparte elite. Ja. Deze elite heeft dus ook zijn eigen belastingafdeling, grootzakelijk. Daar ben je ook zelf al een keertje bij geweest. Ik mocht afgelopen jaar een keer mee daar naartoe, naar de grootzakelijke hoe. Daar heb je ook audio-opname van en daar zou je misschien ook wel eens een stukje van kunnen gebruiken. Maar ik noem dat eigenlijk dus de maffia, noem ik dat. Ja. Maar dat is grootzakelijk en die hebben ons altijd cadeautjes gegeven, meneer Zwitser. Ja, echt? Ja. Mij nooit? Nee. Hoe gaat dat? Bij de Belastingdienst grootzakelijk, dat zijn je vrienden. Echt? En voor de gewone Belastingdienst, ja die int gewoon bij de gewone man. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja, die zagen mij als een opponent, hoor Tom. Oh, dat had je wel begrepen. Ja, ja, ja. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval duidelijk was het, ik kreeg nog wel geld van hun, zeiden ze zelf. Ik kwam daar niet omdat ik een belastingschuld had. Nee, ik kreeg nog geld van hun. Bij zijn voorgangers, die altijd controleur waren bij de PP-groep. Meneer Roestenberg, die ken ik heel goed. Jarenlang inspecteur geweest van de Belastingdienst. En meneer De Haan en meneer Van Vlijmen. En daar ging ik tegen vertellen, jongens, hoe kan het nou tot dat bedrijf voor dat bedrag over kon gaan naar de volgende generatie. Dat was een afspraakje. De gewone man, die moet een schenking, als je wat weggeeft, dan komt gelijk de Belastingdienst en dan zegt hij 25% moet je naar mij overmaken. Dat is de regel, de hoofdregel waar alle gewone Belastingdienst aan hebt. Ja. Behalve kom je bij deze elite belasting
afdeling grootzakelijk in Rotterdam. Ja. Daar gaat het helemaal niet zo. Daar maak je gewoon een afspraak. En dan zeg je, joh, we doen het voor een honderdste van het belang. Daar kan je het ook voor doen. Het klopt niet. Ik heb tegen meneer Brits gezegd en tegen meneer Koedoot in het begin, cadeautjes kunnen niet gegeven worden en ik wil geen cadeautjes hebben. Ik ben gewoon een Hollander. Iedereen moet belasting betalen. Maar wat is hun motivatie om cadeautjes te geven? Nou, want ze innen veel minder belasting op die manier. Het is een afdeling van, ik noem het ook de maffia, omdat ze gewoon een onderdeel zijn van de grote rijke families. Die hebben hun eigen belastingdienst en die doen gewoon precies wat hun zeggen. Hoeveel families zijn dat? Nou ja, dat zijn er misschien de echte grote 20. En daar hangen er nog wat bij en dan praat je misschien over 100 families. Die Fiat die valt dus het MKB wel aan. En die doet wel eens hapsnap een invalletje bij het grootzakelijke. 100 miljoen gaan ze onderzoeken en dan vinden ze 6 miljoen. En dan zeggen ze, goh, wij hebben goed ons best gedaan. Kijk eens, en dan komt dat gelijk in de krant. Mm-hmm. Want de Fiat heeft ook de grote jongens aangepakt. Maar ze hadden de 100 miljoen moeten pakken. En ze vinden maar 6. Want ja, je kan zoeken en vinden. Maar je kan ook eventjes niet kijken en zeggen, dat kleine stukje is het. Er is gerechtigheid in Nederland, hoor. Ook die grote jongens worden aangepakt. En dat weet ik. Dat is mijn wereld. Mm-hmm. En ik ben het niet meer met die, ik vind dat minachting. Fiat, die doet net als de rechters, die doet dan een cherrypicking. Misschien zien die beambten wel eens wat meer. Ja. Er zou ook goede beambten bij zitten. Ja. En dan gaat de griffier het wat anders opschrijven. Dat pakken we wel aan. En dat andere, dat kunnen we niet bewijzen. Is niet goed gemotiveerd. Ja. En dan komt er een papiertje uit. Het wordt niet 100 miljoen gepakt, er wordt maar 6 miljoen gepakt. Maar die 100 miljoen, die kan je zo pakken. Is heel makkelijk. Dus wat, maar dat mogen ze niet. Maar dat mogen ze niet, van de top. En daarom is dat belastingdienst grootzakelijk. Dat is een verderfelijk iets. En die zullen gedwongen moeten worden door ons allemaal als Nederlander tot ze openheid gaan geven, niet naar een expert en niet naar een accountant, want die zitten ook, kunnen zomaar niet gaan kijken. Er moet gewoon een huisvrouw naartoe gaan. En een boerin naartoe gaan. En een ZZP'er moet er, zo'n groep mensen van 30, 40 man. En dan moeten hun aannemelijk gaan maken welke deals ze gesloten hebben en waarom dat is. En dan gaan die mensen, gewone mensen, die snappen dat best wel, want iedereen snapt het. Dan moeten hun maar eens aannemelijk gaan maken waarom ze zulke deals maken met de PP-groep, met de Shell en met de Unilever en buitenlandse bedrijven. En waarom wij als gewone Nederlander gewoon je belasting moet betalen en hun niet. Daarbuiten is het nog veel erger, mensen. Veel erger. Daar, ze wisten eigenlijk al dat het fout was. En daar kwam ook zo tweede boekhoudingen naar voren. En ja, 4 keer meer gevangen. Dus er werden mensen in de gevangenis gezet. Meneer Kwakkenstein uit Vlaardingen, die heeft zelfs een maand in de gevangenis gezeten. Dat was een volhouder. Nou, omdat jullie crimineel zijn, hebben ze nooit een straf gekregen. Ze zijn eigenaar geworden van die visrechten op die procenten wat ze zelf verdeeld hadden. Ja. De beloning was dus eigenlijk, je bent een crimineel. Ja. En nou word je opeens hemeltje schatrijk. Want ja, nu krijg je opeens wat van ons.